En dit is een goede bal. Het zijn allemaal van die ringetjes. En hier in het midden zit de nieuwe plant. Dit is de oogst van juni. Kun je ze even inpakken om te kijken hoe ze eruit zien? De bollen zien er op zich prima uit. Ze zijn alleen, ze mochten wel een beetje meer gegroeid zijn. Ze zijn wat aan de kleine kant. Hoe kan dat? Het groeiseizoen is best wel warm geweest. Het begin was eigenlijk wel prima. Iets aan de kant in het begin. Maar vanaf half mei was het gewoon echt te warm. En dan kunnen we wel extra beregenen dat ze in ieder geval vocht hebben. Maar ja, de warmte kunnen we niet tegenhouden. En hoe groot is dat probleem dan nu? Voor ons valt het mee. Want wij gebruiken nou gewoon iets kleinere bollen. Maar mensen die de bollen allemaal verkopen, hebben de grote maatbollen verkocht en die kunnen ze niet leveren. Ja, en de kleinere maatbollen, die brengen minder geld op. En voor de toekomst, als het zo warm blijft in het voorjaar? Dan moeten we rekening houden dat we minder bollen oogsten. Dan moet de prijs van de bollen omhoog. We moeten toch geld verdienen. Als je nou nog meer video's wil zien van RTV Noord, dan kun je je abonneren. Dat is hier. Maar als je denkt, ik wil gelijk door naar de video's, kan ook. Dan kun je door naar touw. Hoi!